Van harte goedemorgen kijkers en welkom bij dit eerste verslag van de 38e Staatsolie Zwemmarathon. Het is 1 juli, laat mij u alvast een sweet maspas day toewensen. En voor de zwembond valt het vandaag heel mooi uit, want traditioneel wil men de zwemmarathon op 1 juli organiseren. Het lukt niet altijd omdat je afhankelijk bent van het getij, maar vandaag is het wel zover. Het is op dit moment 5:45 morgens. Een beetje vroeg, maar goed, er zijn een heleboel zwemmers hier aanwezig om deel te nemen aan deze 38e Staatsolie Zwemmarathon. We zijn dus te Domburg en de voorbereidingen die zijn ondertussen in volle gang. En de voorbereidingen van de zwemmers, daar horen onder andere bij het invetten van het lichaam. En we zien hier mevrouw Veldkamp en mevrouw Lins hier druk bezig om de zwemmers in te vetten. Dat is nodig om ze te beschermen tegen het water. Er wordt gezwommen in de Suriname rivier en er is natuurlijk, het is natuurlijk geen chloorwater, het is geen zwembad en de lichamen moeten beschermd worden tegen het vuile water en daarvoor worden de mensen behoorlijk ingevet. Dat is een vaste procedure bij de zwemmarathon. Er zijn ongeveer 90 deelnemers die straks van start zullen gaan om de 18 kilometer lange zwemwedstrijd af te leggen. En het is goed te zeggen dat de winnaars van het vorig jaar, dat zijn Soraya van Dijk en Robert Chuaon, er wel zijn om hun titels te verdedigen. Het wachten is op het getij. De Surinaamse Zwembond is afhankelijk van de MAS. De Maritieme Autoriteit Suriname geeft dus toestemming voor de start, omdat het getij gewoon gunstig moet zijn. Lachende gezichten, het is vroeg 's morgens, maar goed, de mensen zijn goed voorbereid. En de mensen zijn heel gemotiveerd om deel te nemen aan deze zwemmarathon. En dan staan we hier met een hele bijzondere deelnemer aan deze zwemmarathon. Zijn naam is Koert Geilert, maar dat is niet het bijzondere. Het bijzondere is, Koert, dat je zwemt met een bepaald doel. Vertel het maar zelf. Ik zwem om geld in te zamelen voor kinderthuis Brasoro. Ik dacht, omdat we toch gaan zwemmen, dat het een mooie gelegenheid was om geld in te zamelen om de kinderen naar zwemles te kunnen sturen. Dus ik ben bezig met financiële fondswerving voor de kinderen. En dan ligt het geld natuurlijk niet in het water. Hoe kom je aan het geld? Voor diep zwem, daar kom je het wel tegen waarschijnlijk. Nee, ik heb een mail rondgestuurd in mijn eigen netwerk, in mijn familie- en kennissenkring. En die hebben toegezegd dat als ik het haal, dan sponsoren me. Ze sponsoren me per kilometer. Dus als ik na 10 kilometer zou stoppen, heb ik wat geld binnen. Maar het bijzondere is dat ook mensen hebben gewerkt dat ik het niet ga redden. Okay. Dus maar ik heb uitgerekend dat het wel uitzwemmen meer geld oplevert dan niet aan stoppen. Dus ik ga het halen. Ja. Heb je eerder die marathon gedaan? Ja, in 1984. Dat is niet gisteren? Nee, dat is mijn vorige jeugd. En hoe is het met deze jeugd? Nog goed genoeg om het te halen? Ja, ik heb me goed voorbereid. Ik moest me helaas in Nederland voorbereiden, waar het koud is in het buitenbad. Maar ik heb er vertrouwen in dat de Surinaamse water me naar de marinetrap glijdt. En hoeveel geld denk je op te halen voor dit project? Dat hangt er vanaf. Hangt er vanaf waar ik stop natuurlijk. Stel dat je het einde haalt? Ik denk dat we op een 2000 euro staan. Okay. Ja, dus okay. Dat is een mooi bedrag natuurlijk. Okay, ja. Hey, heel veel succes Koert en ook met Brasoro. Ja, dank je wel. En zo zie je dat de zwemmarathon niet alleen maar om prestaties leveren. Er zijn meer aspecten hieraan verbonden. En het is een zwaar sociaal aspect waar Koert Geilert dus uiting aan geeft. Ja, we gaan boksen. Maar ook hun eigen zwemmers zullen begeleiden. En zo zien we dat verschillende units meewerken aan het welslagen van de zwemmarathon. Een hele belangrijke persoon binnen de zwemwereld en zeker bij de zwemmarathon is Chantal van Keeken. Chantal is de coördinator van de zwemmarathon. Chantal, goedemorgen. Goedemorgen. Het is lekker vroeg. De start is gepland voor 6 uur. Halen we dat? Nee, we halen dat niet. Omdat we nog even moeten wachten op de ponton. We willen toch wel dat het ietsje lichter is en het water moet toch wat meer stromen. Dus we wachten even op een seintje van de MAS. Oké, en dat is natuurlijk een heel belangrijk facet en dat is de lichtsterkte. Het is vrij vroeg. Veel mensen vragen zich af hoe staat het met de veiligheidsmaatregelen? Welke maatregelen zijn getroffen om alles in goede banen te leiden?
Sowieso hebben we de boothouders gevraagd om extra licht aan boord te hebben om het moment dat ze gaan springen. En als de zwemmers in het water zijn, om ze in het licht te houden. We hebben de ponton gevraagd om extra licht daar te hebben. Zelf zullen we ook voor wat licht zorgen. En als extra maatregel nieuw, wat we voor het eerst hebben gedaan, is een reflectorsticker op de badmuts te plakken. Op die manier proberen we de zwemmers zo goed mogelijk in het oog te houden. Oké, en dan naar de marathon zelf, de deelname. Ik vertelde al dat de titelverdedigers er zijn, Soraya van Dijk en Robert Chuaon. Zijn er meer toppers? Ja, zeker. De oud-kampioenen zijn er ook, Jonathan Neslo en Carleen van der Jacht. En zeker bij de buitenlanders hebben we Renze Postma. Hij is de winnaar van de 5 kilometer open water CISC. Dus waar onze Surinaamse zwemmers de afgelopen week heel goed hebben gescoord bij het zwemmen, heeft hij heel goed gescoord bij open water zwemmen. Dus hij is een topper. Okay. Ja. En dat betekent dat er voldoende concurrentie is voor zeg maar de titelverdedigers? Ja, zeker weten. Het is een hele open race. Er kan van alles gebeuren. En de verwachting voor wat betreft het aankomen van de eerste zwemmer is? De verwachting was tussen 8:30 en 9:30. En ik denk dat we nog steeds daaraan kunnen houden. Ja? Ja, voor de eerste zwemmers. Mm-hmm. Ja. Het heeft gisteren in de middag vrij hard geregend. Bibberde je een beetje om voor wat betreft deze morgen? Toch wel even zorgen gemaakt. Maar toen het daarna niet meer regende, niet meer. En gehoopt dat het dus ook weer in de middag gaat regenen. En we zijn vroeg klaar. En dan kijken we even vooruit, hoe staat het bij de finish? Alles helemaal in orde daar? Ja, bij de finish is alles zeker in orde. Alles is in place. Chantal, succes straks met deze marathon. Ja, dankjewel. Chantal van Keken, zij is de coördinator van deze zwemmarathon. Het is niet van deze zwemmarathon, ze is al heel vaak de coördinator geweest. En we moeten zeggen dat ze in elk geval een hele goede job doet. Waarschijnlijk halen we 6 uur niet. We zullen nog even op het terrein rondkijken om te kijken als wij onder andere een babbeltje kunnen maken met enkele toppers. En dan hebben we hem gevonden en dat is Robert Chuaon, de winnaar van het vorig jaar. Robert, het is vroegsmorgens, een beetje anders dan het vorig jaar. Hoe voel je? Ietsje vermoeider omdat het morgens is, maar omdat het morgens is, dat ben ik enthousiast om te zien hoe dit gaat aflopen. Maar jij had het liever iets later gewild, de start? Ja, gedeeltelijk, want 's morgens is het ook cooler, dus ik denk dat de zon hier geen belangrijke factor zal spelen. Mm-hmm. Je hebt het vorig jaar gewonnen. Je hoeveelste overwinning was het? Of was het je eerste keer? Dat was mijn tweede keer. Oké. Je gaat voor je derde titel. Er is flink wat concurrentie. Jonathan Neslo is er onder andere bij en natuurlijk de overige toppers. Hoe kijk je er tegenaan? Er is veel concurrentie. De buitenlanders, een van de jongens ken ik wel die heel snel is. Clubgenoten, die trainen elke dag met me. Maar wanneer je het water bent, moet je toch gewoon je eigen ding doen, wat je hebt getraind. En hoe meer concurrentie, des te beter je gaat voelen na de overwinning. En heb je een strategie bepaald? Wat wil je doen in het water? Ik weet niet hoe iedereen heeft gezwommen, omdat we niet echt langer voor ik hebben kunnen trainen. Dus in het water ga ik pas kunnen zien hoe die andere jongens zwemmen en wat ik moet doen op dat moment. Maar je zal ze niet laten gaan, je zal in de kopgroep blijven? Ja, dat sowieso. En als ik een van ze laat gaan, dan is er een grote kans dat ik ze uiteindelijk niet meer kan halen. Mm-hmm. Dus dat is het grote risico dat ik nu wil nemen. Je hebt wel een goed gevoel? Goed gevoel, ja. Moet je altijd hebben zelfvertrouwen. Niet te veel natuurlijk overschatten. Maar ja, zelfvertrouwen is er wel. Hey, veel succes straks. Dank je wel. Robert Chuaon, de winnaar van het vorig jaar. Hij heeft hem al 2 keer gewonnen. Kijk wat het dit jaar wordt. De concurrentie is toch wel heel pittig dit jaar. Niet alleen maar met lokale zwemmers, maar ook met zwemmers die uit het buitenland hier naartoe gekomen zijn. Er is flink wat internationale deelname en er is behoorlijk sterke internationale deelname. Onder andere Renze Postma van Aruba. Die is in Suriname om deel te nemen aan deze marathon. En Renze, die is geen kleine jongen. Renze, welkom. Jij neemt vandaag deel aan deze zwemmarathon. Wat verwacht je ervan? Welkom. Ik verwacht er veel van, omdat ik hard heb getraind ervoor. Ik heb ook net wedstrijd gehad, dus daarvoor had ik ook hard getraind. Dus ik ben er klaar voor. En nu is ons verteld dat je geen kleine jongen bent, dat je een flinke boy bent. Je hebt onlangs nog deelgenomen aan de CISC-wedstrijden. Wat heb je daar gedaan? Ik heb daar de 1500 gezwommen. Ik was tweede. Ik heb de 400 gezwommen, was ik vierde. Vrije slag.
Voor de rest hebben we nog relay gedaan. Daar was ik, heb ik ook hebben eerste, tweede en derde gehad. Is dat je eerste keer in Suriname? Ja, eerste keer. Nog nooit hier, ook nooit op vakantie geweest. Dus. En ja, het bevalt me wel hier. Oké. En je hebt gisteren een beetje gezwommen in de rivier. De bocht is meestal een groot vraagteken voor ieder. Hoe is het je bevallen? De bocht was me wel bevallen. Ik vind het lekker de stroming, want ik heb nog nooit in de stroming. Maar het is wel leuk. En ja, toen ik erin dook, schrok ik even, want je zag helemaal niks. Dus ja. Maar het beviel lekker. Het is een afstand van 18 kilometer. Wat is je geschatte tijd dat je erover wil doen? Ja, ik denk dat ik de kopgroep bijhoud, dus ongeveer 2 uur denk ik, wat ze hebben verwacht. Dus we zien het wel. Hoe belangrijk is het voor jou om deze marathon te winnen? Winnen, ja, het is belangrijk dat ik het haal, want dan weet ik, dan kan ik volgend jaar progresseren. Oké. Hey, veel succes in het water. Ja, oké, dank je. Renze Postma, hij is een van de deelnemers, is genoemd als een van de toppers, een van de grote concurrenten voor Robert Chuaon. En we zullen straks zien in het water. Trouwens, hij heeft bij de 6 wedstrijden de afgelopen periode op Aruba heeft hij vrij goed gepresteerd bij het open watergedeelte. En dat komt toch wel een beetje overeen met het zwemmen hier in de Suriname rivier. Renze Postma, die zullen we in elk geval moeten blijven volgen. Oké, na lang zoeken hebben we er gevonden, Soraya van Dijk, het vorig jaar de winnaar van de marathon. Soraya, goedemorgen alvast. Het is vandaag een beetje vroeger dan het vorig jaar. Hoe voel je? Ik voel me goed. Ja. Heel anders gaat het zijn vandaag, maar ja, het is goed. Wat heb je liever, dat je iets later start of zo vroeg in de morgen? Eigenlijk is het goed hoor, want nu, zolang het er ligt, is het goed voor mij, maar je moet wel kunnen zien. Okay. Het vorig jaar heb je gewonnen. Hoeveelste overwinning was dat? Eerste. Van de marathon? Van 18 marathon. Oké, dat betekent dat het belangrijk is dat je back-to-back wint. Hoe is je voorbereiding geweest? Het is vrijwel goed gegaan. Ja. En je weet dat er flink wat concurrentie is. Onder andere is Carleen terug om deel te nemen. Hoe kijk je daar tegenaan? Het is goed, zeker. Hoe meer concurrentie, hoe beter. Oké, okay, dat is de marathon 18 kilometer. Heb je een plannetje in je hoofd van wat je wil doen? Niet echt hoor. Gewoon samen het best doen en kijken wie gaat winnen. Maar ja. En heb je een bepaalde tijd die je wil halen bij deze marathon? Niet echt. Het hangt er vanaf hoe de rivier is. Dus ja. Je wil gewoon winnen? Ja, iedereen wil winnen. Okay, succes straks. Oké, ja. Dankjewel. Soraya van Dijk, de winnaar van het vorig jaar. Heel shy moeten we zeggen, maar de prestaties van Soraya die liggen er niet om. Vorig jaar won ze voor het eerst de marathon, maar Bachelor Life dit jaar gaat ze er keihard voor om voor de tweede keer op rij deze 18 kilometer lange zwemafstand af te leggen. Ondertussen is men begonnen met het oproepen van de zwemmers en ze gaan nu dus de ponton op. De ponton is gearriveerd en het gaat heel vlot in nummervolgorde. Begeven de zwemmers zich op de ponton. De volgboten die liggen allemaal in het water. Ze maken zich in elk geval klaar om de begeleiding te doen. Was men een beetje angstig tussen aanhalingstekens voor te weinig licht. Het is nu ietsje voor 6:30 en het zicht is weer helemaal helder. Ondertussen
begeven de zwemmers zich op de ponten. Men is al bij nummer 75, er zijn 90 in totaal. En als alle zwemmers op de ponton zijn, zal de ponton dus richting het midden van de Suriname rivier varen. En dan zal de start plaatsvinden, ietsje later dan gepland. Maar dat mag de pret niet drukken, het zal heel hard gaan. En volgens Chantal van Keken hoeft dat niks te maken te hebben met de tijd van de finish. Het is nog steeds de verwachting dat rond 8:30 de eerste zwemmer aantikt bij de marinetrap. We volgen hem even en we gaan zo meteen over tot de start van deze 38e staatsoliezwemmarathon. Start gaat van de 38e staatsoliezwemmarathon. Het is 6:55, ongeveer een half uurtje na de geplande start. Maar dat mag de pret niet drukken. Het zicht is nu vrij goed. Dat maakt het makkelijker voor de zwemmers en de begeleiders. En de laatsten die springen nu dus van de ponton af. En ongeveer 90 zwemmers beginnen hun race richting de waterkant. Het is een race van 18 kilometer. De traditionele zwemmarathon vandaag 1 juli. Op de dag zelf. En dat geeft toch wel een goed gevoel. De verwachting is dat de eerste zwemmer na ongeveer 2 tot 2,5 uur aankomt aan de waterkant. En voor wat staatsolie betreft is het zo dat meteen nadat de laatste zwemmer binnen is, men zal overgaan tot de prijsuitreiking. Altijd een mooi gezicht. Zoveel zwemmers in het water. En nogmaals, we blijven het zeggen, je hebt zwemmers die gaan voor de prijs. Je hebt zwemmers die gaan voor een goede prestatie. En je hebt zwemmers die gaan om deze afstand gewoon af te leggen. Het is een hele prestatie als je de marathon kan starten en finishen. Als je de 18 kilometer kan uitzwemmen. Het blijft een avontuur. En voor velen is het avontuur al een hele prestatie. Wij zullen ons natuurlijk richten op de toppers. Soraya van Dijk en Kaleen van der Jacht zijn twee van de dames die gezien worden als grote kanshebbers. En Robert Chuaon die is er om zijn titel te verdedigen. Maar daarnaast zijn de andere Surinaamse topzwemmers er ook nog. En er is internationale concurrentie van onder andere de Arubaan Postma die een goede prestatie geleverd heeft. Het afgelopen weekend, de afgelopen dagen op Aruba bij de CISC kampioenschappen. En hiermee zijn we gekomen aan het eind van dit eerste verslag. U blijft natuurlijk stand-by. We komen iets later terug met nog een verslag. En wat we zeker niet zullen missen is de finish aan de waterkant. Dat zal u live meemaken. Blijf stand-by op kanaal 12 voor meer marathoninformatie. Trouwens, dank aan Armand de Gama weer dat hij zijn boot ter beschikking gesteld zodat we dit verslag kunnen doen. Dat doet hij bijna elk jaar. Hij is een deel van de ATV-ploeg geworden. En Armand levert altijd zijn bijdrage. Mede namens cameraman Gilly Iman Rejo groet Marciano Zalman en zegt tot straks met meer informatie vanaf de Suriname rivier. Kijkers bij het tweede verslag vanaf de Suriname rivier. Het is de 38e staatsoliezwemmarathon. De zwemmers liggen nu ongeveer een kwartier in het water. En we zijn hier helemaal bij de laatste deelnemer. Dat is mevrouw Sutrisni Mitro. Zij zwemt op dit moment als laatste. En als we verder vooruit kijken, dan zien we een hele heldere view met kilometers voor ons de brug over de Suriname rivier. Het veld is al vrij ver uit elkaar. Dat is begrijpelijk, omdat je hele snelle jongens hebt. En snelle meisjes natuurlijk. En daarnaast zwemmers als mevrouw Mitro die het zuiver doen om de finish te halen. Er is ondertussen binnen 10 minuten reeds één uitvaller. Die is reeds naar de kant gebracht. Maar wij gaan ons verder naar voren begeven om te zien hoe het veld eruit ziet. En we belanden natuurlijk in de kopgroep om te zien wat er daar allemaal wordt bekokstoofd tussen de hele sterke zwemmers en zwemsters. En de familie Luitjes heeft het tot een prachtige familieaangelegenheid gemaakt, deze zwemmarathon. We zien hier nummer 74, mevrouw Nancy Luitjes. En net naast haar, nummer 31, zwemt één van haar dochters. Dat is
Damienne luidjes. En dat is nog niet alles, want als we zo een 50 meter voor ons kijken, dan zien we nummer 33, dat is Sina Luitjes. En dat is toch wel heel mooi te zien dat mevrouw Nancy Luitjes haar twee dochters heeft meegenomen om deel te nemen aan deze zwemmarathon. En heel ver voor ons, nogmaals, de brug over de Suriname rivier en de vele zwemmers die een gooi doen naar de titel van de beste marathonzwemmer of zwemster voor het jaar 2012. Ook in het water krijg je dorst en dat die dorst zul je moeten lessen. Hoewel je in miljoenen liters water zwemt, kun je dat water niet drinken. En ze worden hier dus goed bijgestaan door Arma de Gama, die deze zwemmers voorziet van een zakje water. Dat zijn dus Juan Limburg, Naisha Pellan. En nee, je hoeft het niet terug te gooien, houd toch op. En Ralisa Wekker, die hebben net gedronken en die zijn dus weer in staat om er hard tegenaan te gaan. Maar heel vreemd dat je in die miljoenen liters water je lichaam toch nog van vocht moet voorzien. Maar dat is sport. Je hebt het nodig, je lichaam heeft het nodig om verder te presteren. De zwemmers liggen nu al om en bij 35 minuten in het water. En we zien dat ze de hele breedte van de rivier gebruiken. Je hebt zwemmers die dicht bij de oever aan de Komowijnenkant liggen. En aan de andere kant heb je ook wel zwemmers die dicht bij de Paramaribo-zijde liggen. Hier dicht bij ons zwemt nummer 3. Dat is Valerie Amstelveen van de Vos. Dat is een welbekende naam in de zwemwereld. 13 jaar oud. Ze is niet in de kopgroep, is ergens in de middenmoot en zij zwemt helemaal alleen. Dat zal niet makkelijk zijn. Ze heeft natuurlijk haar begeleiding. Maar om alleen te zwemmen, dat is, lijkt mij niet zo aangenaam. Het is een meisje dat regelmatig zwemt. Een van onze bekende wedstrijdzwemsters. En zij ligt hier dus ergens in de middenmoot. Voor de rest, als we naar voren kijken, zien we de volgboten en de begeleidingsboten wijd verspreid. Dat betekent dat de zwemmers ook zo breed over de hele Suriname rivier liggen. Het zal erop aankomen dat je de juiste opening bij de brug moet kiezen. En dat je een goede strategie moet uitdenken om die juiste opening op de juiste manier te nemen. En als je eenmaal de brug voorbij bent, dan gaat het in een hels tempo richting de finish. En dan zijn we nu in de subkopgroep en in beeld is nummer 35, dat is Jonathan Neslow. Hij leidt een groep van zo'n 7 zwemmers. Jonathan Neslow, nummer 35, net achter hem zwemt Jair Vreugd. Dat zijn allemaal jongens die toch wel een behoorlijke staat van dienst hebben. Nummer 24 is Gianni Kemp. En daarachter komen er wat sterke dames. We zien onder andere nummer 41, dat is Saskia Postma. Dat is een internationale zwemster. Zij is van Aruba en net naast haar met nummer 15 ligt Chomara Getrouw. Een beetje verder naar achter zien we dus nummer 53. Die doet hard haar best om bij te blijven. En nummer 53, dat is niemand anders dan Carleen van der Jacht, die ook wel eens deze zwemmarathon gewonnen heeft. Carleen was er het vorig jaar niet bij, maar heeft zich dit jaar dus weer aangemeld. Carleen van der Jacht met voor haar 5 zwemmers. En dit is dus de subkopgroep. Er zijn nog wat zwemmers voor hun. En er is een aardig groot gat. Het lijkt me een gat van zeker een 400 meter, als ik het zo schat, misschien wel iets meer, tussen deze groep en de kopgroep. En deze groep wordt nog steeds geleid door Jonathan Neslow. We zullen iets verder vooruit gaan om de snelste tot nu toe ook nog even te volgen.
Nummer 16 in het water, dat is Gabriel Groude. Hij is van de Dolfijn en hij behoort in elk geval tot de kopgroep. Het is een langgerekte kopgroep, omdat voor Gabriel er nog twee zwemmers zijn. En als we een beetje vooruit kijken, zien we zo'n 150 meter voor hem de nummer 2 liggen. En veel verder vooruit, dat is dicht bij de volgboot, zien we de absolute koploper. En dat lijkt wel de Arubaan Renze Postma. We gaan zo meteen daar naartoe. Maar nu even aandacht voor Gabriel Groude. Gabriel heeft eerder deelgenomen aan marathons. Heeft hem nooit gewonnen. Maar is wel vaker in de kopgroep geëindigd. Nu behoort hij weer tot de kopgroep. En er zijn toch flink wat aantal kilometers nog af te leggen. Dus er kan nog van alles gebeuren. En nogmaals, de echte strijd begint kort voor de brug. In de bocht. En dan het laatste lange gedeelte. Je moet ervoor zorgen dat je dichtbij blijft. En Groude ligt op dit moment in elk geval niet slecht. Hij zwom daar net even op zijn rug. Dat doen ze heel vaak. 1 om uit te rusten. En 2 om te zien wie achter aankomt. Maar Gabriel Groude hier dus in derde positie. Hij heeft 150 meter voor zich de nummer 2. En ja, een 300, 400 meter voor hem ligt dan de koploper. We gaan iets verder naar voren en zien wie de nummer 2 en de nummer 3 zijn. We zien daar de coach van de Dolfijn, dat is Gordon Tony Chow, die ook een behoorlijke staat van dienst heeft voor wat betreft de zwemmarathon. Die heeft verschillende keren deze marathon gewonnen en zit in de boot als coach van de man die hier dicht bij ons zwemt. Het is Robert Chuaon, nummer 51. En Robert is de titelverdediger van dit evenement. Hij heeft het vorig jaar de marathon gewonnen. Het was zijn tweede overwinning. En ook nu is hij nog vrij goed op schema voor het verdedigen van zijn titel. Robert Chuaon die zwemt op dit moment in tweede positie. Hij heeft slechts 1 persoon voor zich. Doet het met zijn eigen tempo, op zijn eigen tempo op dit moment. De coachingstaf die is heel dichtbij. En die zal hem dus proberen te begeleiden richting prolongatie van zijn titel. Robert Chuaon die is 16 jaar oud. Hij is van de Dolfijn. En als hij deze marathon wint, zal het zijn derde winst zijn voor wat betreft deze 18 kilometer lange openwaterwedstrijd. Hij moet op dit moment 1 persoon voor zich dulden. En dat is de Arubaan Renze Postma. En Renze Postma zien we dus ver vooruit, net achter de volgboot. Hij zal een voorsprong hebben van zo'n 300 meter geschat. En we gaan Robert Chuaon verlaten richting de koploper op dit moment, Renze Postma. De zwemmers liggen nu 1 uur in het water en wat u ziet, dat is de volgboot van de Maritieme Autoriteit Suriname. Dat is de boot die ze moeten volgen. En als we dicht bij de volgboot zijn, dat betekent dat we zijn bij de koploper. En de koploper, dat is niemand anders dan Renze Postma. Het is een internationale zwemmer, hij is van Aruba. Renze, die is 15 jaar oud en hij is er voor het eerst om deel te nemen aan deze zwemmarathon. Tot op dit moment gaat het erg goed met Renze. Hij heeft trouwens een goede beurt gemaakt bij de onlangs gehouden CISC zwemkampioenschappen op Aruba. En hij is nu hier voor deelname aan deze zwemmarathon. Het blijkt dus dat de mensen die hier zijn geweest van Aruba de voorgaande jaren de belangstelling hebben kunnen overdragen op andere zwemmers. En Renze die ligt hier en hij doet het niet onverdienstelijk. Op dit moment na 1 uur zwemmen, de koploper van het totale peloton. Hij wordt gevolgd door Robert Chuaon, die we daar net zagen. Maar op dit moment dus de koploper Renze Postma. In de boot bij ons zit de vader van Renze, met wie we toch wel een babbeltje willen maken. Wat is uw naam? Anno Postma. Anno. Uw zoon staat, ligt hier 3 meter van u verwijderd in het water op kop. Hoe vindt u dat? Nou, dat geeft altijd een lekker gevoel, hè? Ja, dat is heel prettig.
Hij is niet de enige van onze familie die meezwemt. Mijn vrouw en mijn dochter die zwemmen ook. En mijn dochter heb ik net gezien, die zwemde ook aardig goed deze marathon. Dus de eerste keer. En ze waren heel erg zenuwachtig. Maar ik denk dat iedereen dat was. We zijn met Johnny Cheng meegekomen. Die had dat nogal gepromoot. En die was ook zenuwachtig. En wat is zijn specialiteit eigenlijk? Long distance, maar dan de 1500 meter eigenlijk. Daar traint hij op. En daarnaast is hij op Aruba is hij ook de één na beste triatleet. Oké. En nu zijn jullie hier naartoe gekomen, gisteren in het water geweest voor een testswim. Hoe was dat? Ja, ik heb zelf ook even meegezwommen vanaf de brug tot aan de marinepier. Hij dacht eerst dat hij een blackout kreeg toen hij het water in dook, want hij dook erin en dan is alles zwart. Het viel verder heel erg mee. Die stroom die is gewoon heerlijk om aan de kant te komen. Dat gaat heel erg snel. Okay. En nu ligt hij op kop. Wat denkt u dat hij zal moeten doen om deze positie te behouden? Gewoon doorzwemmen. Ja, dat moet wel. Maar ik bedoel, daar zat toch een strategie achter liggen. Voor mijn gevoel hoeft hij niks anders te doen dan gewoon zijn pace te houden en doorzwemmen naar de finish. Want hij heeft gewoon hele goede pace en dat kan hij volhouden. Dus, Wat denkt u dat voor hem de grootste uitdaging is, behalve dus zeg maar gaan voor de prijs, maar hier zwemmen in de rivier? Hij wil een vishengel kopen, zei hij ervan gisteren. Ik zei, nou, dat krijg je alleen maar als je de eerste prijs wint. Dus, nee, maar dat is grappig. En nu ligt hij hier op kop. Uw dochter zit ook vrij goed in het peloton voor wat betreft de dames. Hebben ze dat talent van u? Ik denk dat ze de longen van mij hebben en het talent van mijn vrouw, wat betreft het zwemmen. Mm-hmm. Ja, ik zwem zelf ook wel, maar ik ben geen competitief zwemmer. Ik doe gewoon, ik heb ja, plezier erin. Ik zwem 3 keer in de week, 's morgens van 5 tot 6. Mm-hmm. En daarna ga ik lekker mijn werk doen en dan, dat voelt goed. Mm-hmm. En vaders zijn altijd coaches. Als u nu iets tegen hem moest zeggen, wat zou dat zijn? Op dit moment niet, want ik weet dat hij dat helemaal niet leuk vindt. Nee? Hij wil zijn eigen ding doen. Als we thuis komen, dan praten we er wel weer over als die dingen verkeerd gedaan hebben. Maar ik bedoel, wat kun je hier nou nog verkeerd aan doen? Laat hem gewoon lekker zwemmen. Okay. Ik vind het belangrijkste ook dat kinderen plezier hebben in sport. En dat winnen, dat geeft natuurlijk extra plezier. Maar het belangrijkste is toch plezier in sport. Oké, succes met uw zoon. Goed zo, dank u. En we zien dus nog steeds hier Renze Postma op kop zwemmen. De brug die komt heel snel dichterbij. Dat is goed te zien. Het is een heldere dag. Dat is lekker. Je kunt je dus goed oriënteren op de brug. En trouwens, voor Renze is het niet zo'n probleem, want ongeveer een 100 meter voor hem, 150 meter voor hem, vaart de volgboot van de Maritieme Autoriteit Suriname. En hij kan hem dus heel makkelijk volgen. De koploper op dit moment, Darubaan Renze Postma. Renze, die is 15 jaar oud en die zwemt voor het eerst de marathon hier in Suriname. En ja, als Surinamer hoop je toch wel dat Robert Chouan hem inhaalt. Maar goed, dat zal vader Postma niet zo leuk vinden. Maar ja, dat, als Surinamer moeten we dat toch wel hopen. Maar goed, op dit moment is het Renze die de dienst uitmaakt. En ijzersterk de koppositie inneemt. Robert is trouwens een flinke afstand achter hem. Het is zeker een 400 meter. Ik weet niet of de camera hem kan pakken. Maar een behoorlijke afstand tussen Renze en Robert. En ze zijn nu ongeveer, als we de tijd checken, rond de helft van de afstand. Na 1 uur en 5 minuten is dit wat we zien vanaf de boot, de brug over de Suriname rivier. En we liggen hier nog steeds net naast de koploper. Dat is Renze Postma van Aruba. Hij heeft een behoorlijke voorsprong op de nummer 2, Robert Chouaon. En hoewel er nog van alles kan gebeuren, zal het niet makkelijk zijn om Renze, als hij dit tempo volhoudt en er geen vreemde dingen gebeuren, om deze Renze in te halen. Maar goed, er zijn nog wat kilometers te gaan en you never know what will happen. En met Renze Postma op kop gaan we dus dit verslag afsluiten. U blijft standby, want we zijn zo meteen terug met een live reportage van de finish van deze 38e Staatsolie Zwemmarathon.
de hele afstand geleid. En Renze Posma die wordt nu geholpen op de trap. De Arubaan die voor het eerst in Suriname de marathon zwemt en meteen dus als winnaar uit de bus komt. Was getipt als een van de kanshebbers en heeft dat helemaal waargemaakt. Renze Posma heeft de gehele marathon op kop gezwommen en heeft zijn voorsprong op de rest van het veld alleen maar vergroot. Renze Posma, zijn zusje ligt nog in het water, dat is Saskia Posma. Renze is 15 jaar oud, winnaar van deze 38e editie van de Staatsolie Zwemmarathon. Renze Posma wordt begeleid naar de ruimte waar dus hij verder behandeld zal worden. De EHBO is erbij. En om te zeggen dat het dat Renze Posma zo goed is geweest dat het niet eens meer echt spannend was vanaf zeg maar 1/3 van de afstand. Hij had al heel gauw een behoorlijke voorsprong op de rest van het veld. En werd in het begin nog goed gevolgd door Robert Chuaon, dat is de winnaar van het vorig jaar. Maar gaandeweg de marathon heeft Renze zijn voorsprong zodanig vergroot dat hij totaal geen concurrentie meer had. En ook nu zien we dat Robert Chuaon meer dan een kilometer achterstand heeft op deze Renze Posma, die reeds gebracht is om te douchen. Het wachten is op nummer 2 en nummer 2 zal zeer waarschijnlijk worden Robert Chuaon. Dat was de laatste stand van zaken voordat we van het water kwamen. En we moeten even kijken als andere zwemmers, waaronder Gabriel Groude, deze Robert Chuaon niet erg moeilijk hebben gemaakt. We zullen zo meteen proberen een babbeltje te maken met... Als de camera met me meedraait, dan wil ik even praten met Chantal. Ze is nu even aan de telefoon. Even luisteren wat Chantal allemaal te vertellen heeft. Chantal van Keken is de coördinator van deze zwemmarathon. En daar heeft ze heel veel ervaring mee. Dus dat is absoluut geen probleem voor haar. Het is begrijpelijk dat ze het erg druk heeft. En we zullen haar die gelegenheid in elk geval geven. Nou, het is wel goed voor de mensen om even aan te geven hoe de situatie hier eruit ziet. Als we kijken naar de waterkant, dan zien we dat zich grote veranderingen hebben voorgedaan. Het vorig jaar werd de stenen trap nog gebruikt. Maar we zien dat vanwege de veranderingen die hier worden aangebracht aan de waterkant, dat niet meer mogelijk is. De stenen trap is ook afgeschermd en het publiek moet zich dus lekker hoog op de waterkant ophouden om te kunnen zien hoe de zwemmers binnenkomen. We hoorden net dat de tweede zwemmer in aantocht is. We zijn reuze benieuwd wie die tweede zwemmer is. Het is heel duidelijk dat het een flinke voorsprong is geweest van Renze Posma. En we zien dat Chantal dus van de telefoon af is. Chantal, de eerste man is binnen, Renze Posma. Een behoorlijke voorsprong. Had je dat een beetje verwacht? Nee, niet met zo'n voorsprong. Ik had hem wel ingecalculeerd, maar niet met zo'n grote voorsprong. Ja. Heb je hem eerder meegemaakt, deze jongen? Nee, ik heb alleen van hem gehoord, laatst bij 6, maar eerder kende ik hem niet. Betekent dat onze jongens harder moeten gaan trainen? Zeker weten. Ik bedoel, je nodig de buitenlanders uit, dus je hebt er rekening mee te houden. Ja. En Chantal, we moeten zeggen, het weer is prachtig geweest. Ja. Jullie hebben eigenlijk geen moeilijkheden moeten overbruggen vanmorgen, het was heel vroeg licht. Ja. Is dat een pak van je hart? Jazeker, maar het is nog niet helemaal van mijn hart, want niet iedereen is binnen, pas de eerste is binnen. Okay. Ja, want als je naar de brug kijkt, de brug is al aardig laag. Hè? De eerste kan binnen en de brug is al helemaal schoon. Okay. Dus dan wil zeggen dat het nog lager gaat worden. Dus dan moeten we wel rekening houden met de laatste zwemmers die binnenkomen, die het best wel moeilijk kunnen hebben. Okay. Dus moeten snel binnenkomen. Ze moeten snel binnenkomen. Ja, ja, okay. Ja. We zien je straks wel. Oké, thanks. Okay. Chantal van Keken, de coördinator, en er worden dus aanpassingen gepleegd om heel duidelijk aan te geven dat de zwemmers hier moeten finishen.
We kunnen begrijpen dat zwemmers die eraan komen moeite hebben om te zien waar ze naartoe gaan. Het is moeilijk je in te denken wat de zwemmer allemaal meemaakt. Hij ligt 18 kilometer in het water, langer dan 2 uren, met een klein brilletje op. En het enige dat hij om zich heen ziet is water, water en nogmaals water. En voor ons die niet deelnemen aan de marathon, is het moeilijk voor te stellen wat ze allemaal zien. En ik kan me best indenken dat ze problemen hebben om zich goed te oriënteren. Maar het gele doek dat momenteel wordt gespannen, is toch wel een goed oriëntatiepunt voor de zwemmers die eraan komen. Ze moeten de finish niet missen, want als je de finish mist, dan gaat het in een verschrikkelijk tempo verder. Maar dan word je dus opgevangen. Er is wel een lijn geplaatst. Er is een lijn geplaatst om zwemmers die eventueel doorschieten op te vangen. Dat is een prachtige veiligheidsmaatregel, omdat het wel eens is gebeurd dat zwemmers zijn doorgeschoten en dat boten achter ze aan moesten om ze op te halen. Maar dat zal nu dus niet meer gebeuren, tenzij je heel, heel, heel ver naar het midden zwemt. Dan kun je inderdaad voorbij schieten, maar de volgboten zorgen ervoor dat dat niet zal gebeuren. De nummer 2 die komt eraan. Hij heeft nu nog zo'n 300 tot 400 meter te zwemmen. En het is al bekendgemaakt, Robert Chuaon die zal dit jaar op de tweede plaats eindigen. De winnaar van het vorig jaar, Robert Chuaon, die heeft nu nog zo'n 250 tot 300 meter te gaan. En dan zal hij dus de trap opkomen. Nummer 1, Renze Postma van Aruba. En op de tweede plaats zal eindigen Robert Chuaon. Het is een fantastische dag. Het zicht is heel, heel helder. Dat hebben we voorgaande jaren anders meegemaakt. Op regenachtige dagen is het zicht heel slecht. Maar eigenlijk vanaf Domburg, vanaf de start van Domburg, was de brug over de Suriname rivier al duidelijk zichtbaar. En dat is altijd een goed oriëntatiepunt voor de zwemmers. Robert Chuaon heeft nu nog ongeveer 200 meter te gaan. Hij zal dit jaar op de tweede plaats eindigen. Na ongeveer 2 uur en 25 minuten zal hij dus zo meteen de trap opklimmen. Komt hij aan, Robert Chuaon. De derde zwemmer die zien we ondertussen aankomen. Maar alle ogen gericht op de man die er nu aankomt. En dat is Robert Chuaon. De 16-jarige dolfijnzwemmer Robert Chuaon. Die komt eraan, krijgt applaus van het publiek. Daar komt hij, Robert Chuaon, op de tweede plaats bij deze zwemmarathon. Altijd een werk voor de lifeguards. Dit is de winnaar van het vorig jaar. Die heeft vandaag Renze Postma voor zich moeten laten. Robert Chuaon, nummer 2 bij deze zwemmarathon. En de derde man die heeft nu nog zo'n 150 meter te zwemmen. We moeten even nagaan wie dat is. Hij komt eraan. En we horen net dat Gabriel Groude de man is die nu komt aanzwemmen. Gabriel Groude zwemt heel dicht tegen de rand aan. Hij wordt gewenkt om ietsje meer naar het midden te gaan.
Daar komt hij, Gabriel Grode. Komt hij aan. 2 uur 23 minuten en nog wat. Gabriel Grode. Op de derde plaats geëindigd. En de finish is een denkbeeldige lijn die zo'n 50 meter voor deze marinetrap ligt. Alleen maar gedaan om te voorkomen dat mensen hier keihard gaan zwemmen en de kans lopen voorbij te schieten. Gabriel Grode op de derde plaats geëindigd bij deze zwemmarathon. De afstanden tussen de topfinishers was toch vrij groot, moeten we zeggen. Renze Postma nummer 1, Robert Chuaon op de tweede plaats en Gabriel Grode wordt nu op de trap geholpen. Komt Gabriel Grode. Gabriel Grode. Van de Dolfijn. Op de derde plaats bij deze zwemmarathon. Dolfijn zwemmers dus op de tweede en derde plaats. De toppositie was voor de Arubaan. Renze Postma. Nummer 4 die komt eraan. We moeten even kijken wie dat is. Jonathan Neslow. Jonathan eindigt dus op de vierde plaats. Jonathan Neslow. Komt aan zwemmen. Komt die Jonathan Neslow. Nummer 4 bij deze marathon. Komt die Jonathan. Heel sympathieke jongeman. Dat moeten we hem meegeven. En hij eindigt van het jaar op de vierde plaats. Nummer 5 komt binnen. En het lijkt wel alsof ze allemaal gelijke tussen afstanden hebben. Voldoende ruimte tussen alle finishers. De nummer 5 doet het in 2 uur 27 minuten en nog wat. En we horen zo meteen van Claudia Tsai-Mushong wie deze zwemmer is. Dat is Jair Vreugd, horen we net. Jair Vreugd. En hij doet het met een vlinderslag. Is altijd mooi te zien. Jair Vreugd die is nu binnen. Komt ie. Veertien jaar oud van de Dolfijn Jair Vreugd. En tot nu toe hebben de Dolfijnzwemmers het niet onverdienstelijk gedaan. Hoewel de toppositie overgelaten moest worden aan de Arubaan Renze Postma. We zien de volgende eraan komen, is een beetje naar het midden. Zal dus nu alles in het werk moeten stellen om terug te komen naar de kant. Hij is de denkbeeldige finishlijn al gepasseerd, maar iedereen wil natuurlijk bij de marinetrap eruit komen. En de eerste dame, Xiomara Getrouw.
Xiomara Getrouw wint deze zwemmarathon bij de dames. En het wordt een taaie strijd om de tweede plaats. Xiomara Getrouw komt nu de trap op. Xiomara Getrouw, nummer 1 bij de dames. En op de tweede plaats is geëindigd Carleen van der Jacht. En ik denk dat Saskia Postma van Aruba op de derde plaats eindigt. Carleen van der Jacht tweede, Saskia Postma derde. Carleen van der Jacht komt nu de trap op. En Saskia Postma is de zus van de winnaar bij de heren. Dus de familie Postma heeft goed geboerd. Winnaar bij de heren, Renze Postma. En Saskia eindigt op de derde plaats. Carleen van der Jacht komt nu dus de trap op. Carleen heeft het vorig jaar overgeslagen. Komt terug en eindigt op de tweede plaats. Ze moet Xiomara Getrouw voor zich laten. En dan wordt Saskia Postma dus de trap opgeholpen. Saskia Postma, nummer 3 bij de dames. Saskia wordt derde, terwijl haar broer dus de marathon heeft gewonnen. Dat is een hele, hele mooie prestatie. Oké, en dan staan we hier dus met de vader van de Postma's. Ik kom nog een keer terug bij u. Uw zoon nummer 1, uw dochter nummer 3 bij de dames. Geeft een goed gevoel, hè? Ja, heerlijk. Ja, zeker. Wat gaat er allemaal in u om als dat gebeurt? Ik maak zoveel zwemwedstrijden en triathlons mee. Dus ja, wat dat gaat, maar dit is wel iets heel speciaals natuurlijk. En je komt hier naartoe, jullie hebben het nooit gedaan. Je zal wel wat verwachtingen hebben, maar... Die had de verwachting dat hij gewoon 1 werd. Ja. Die zegt van ik ga daar eerste worden. En de dochter? Ja, die had ook een grote mond. Die wou ook even eerste worden. Maar die heeft lang niet getraind. Dus wat dat gaat dan. Is dit een hele goede prestatie. Hele goede prestatie. Gefeliciteerd, familie Post. Ja, oké, okay, dank je. Nou, mijn vrouw nog. Oh, die ligt ook in het. Ja, die ligt ook in het water. Wie zei? Sandra. Okay. Sandra Postma, die ligt ook nog in het water. De hele familie ligt in het water, behalve de vader. Hoewel hij gisteren met ze getraind heeft. En dan zien we dus de volgende zwemster aankomen. Dat is de winnaar van het vorig jaar, Soraya van Dijk. Die komt nu aan. Ik kijk als het goed is. Ja, nummer 4. Dat is Soraya van Dijk. Dus zowel bij de heren als de dames zijn de kampioenen ontroond. Soraya eindigt op de 4e plaats, terwijl Robert Chuaon vandaag op de 2e plaats geëindigd is. Soraya komt de trap op. Heeft 3 zwemsters voor zich moeten laten van het jaar. Maar nogmaals, het is en blijft een grote prestatie om binnen de top 5 te arriveren bij een marathon. Het is een opgave, het is een zware fysieke slag, het is een zware conditionele slag. En het is vooral een zware psychische slag. Je moet mentaal heel sterk zijn om dat te kunnen. Om de druk te kunnen weerstaan, zeker als titelverdediger. En dat is niet makkelijk. Maar goed. Soraya dus 4e en Robert Chuaon 2e bij de heren. De volgende zwemmer die komt eraan. De begeleiding geeft aan dat die iets meer naar binnen moet. Dat is Sean Leeflang. Hij is zijn badmuts heel vroeg in deze marathon kwijtgeraakt. Dat weten we. Maar daar komt die Sean Leeflang. Hij zal zo meteen de denkbeeldige finishlijn passeren.
komt hij, Sean Lieflang, zal zo meteen de denkbeeldige finishlijn passeren. We horen net dat de laatste zwemmers Marina Durga zijn gepasseerd en dat is niet zo ver van hier. Het zal dus niet lang duren voordat alle zwemmers binnen zijn en daarna zal worden overgegaan tot de prijsuitreiking van deze zwemmarathon. Sean Lieflang. We zien dat er wat zwemmers aankomen. Die zwemmers moeten iets wat naar binnen gedrukt worden. We zien dat ze te veel naar links zijn van waar wij staan. En de begeleidingsboten zullen dus harder moeten werken om ze terug te krijgen bij de finish. Daar komen er wat zwemmers aan. Ze moeten de keiharde slag naar binnen maken. Ik wil ook toe, komt nu dus de trap op. En dan sta ik hier met de familie Postma, Rens en Saskia. Gefeliciteerd in elk geval. Laten we beginnen met de winnaar van de marathon, Rens. We hebben gesproken vanmorgen. Het was voor jou een groot avontuur, nog nooit gedaan. Je eindigt op de eerste plaats en niet zomaar. Je was ver voor de concurrentie. Had je dat verwacht? Nee, niet zo erg, want ik weet niet echt de rivier, ik ken het niet. Dus ik heb alleen maar gisteren vanaf de brug hierheen geoefend, dus ik zat te twijfelen, maar ik was goed getraind, dus ja. En vaak als je iets niet weet, denk je, ik zwem mee met de concurrentie en probeer op het laatste toe te slaan, maar dat heb je niet gedaan, je bent gewoon weggezwommen. Ja, want ik dacht als ik het laatste stukje spaar, dan als iets fout gaat, dan zit ik in de brun. Dus ik dacht, laat me maar proberen kijken wat er gebeurt als ik wegzwem, dus zoals het. Voor het eerst zwemmen hier in de Suriname rivier, hoe is het bevallen? Het was heel lekker. Het water was goed. Goede temperatuur ook. Het begon op tijd, dus er was niet zoveel zon. En ja, de eerste stuk ging goed, heel goed. Tot onder de brug, dan voelde ik mijn benen en het laatste stukje kreeg ik kramp, maar het ging goed. En wanneer was je zeker van, Rens, ik heb deze marathon gewonnen? Eigenlijk, ik denk na ongeveer 1 uur 15 minuten ongeveer, want ja, toen keek ik achter en ik zag een paar boten heel ver weg, dus ik dacht, ja, de races heb ik gewonnen.
toen dacht je, ik moet wel in het water blijven liggen. Geen krampen krijgen, niet uitvallen. Ja, dat dacht ik. En niet gedisqualificeerd worden. Alles goed kijken, dus ja. Maar het ging goed. En nu zie je er ontspannen uit. Ben je niet moe? Nou, ik ben niet moe, maar alleen mijn benen doen wel pijn nog van de kramp. Maar voor de rest, ik voel me niet zo moe. Je staat in elk geval in geschiedenisboeken genoteerd als de winnaar van de 38e staatsoliezwemmarathon. Ja, dat voelt lekker. En dan gaan we naar de zus. Zus Saskia, jij komt als derde bij de dames. Hoe heb jij het ervaren? Het was een hele leuke wedstrijd, maar wel zwaar. Het laatste stuk ging denk ik een beetje verkeerd, maar voor de rest ging het wel goed. Wat ging verkeerd? Daar voor de brug ging ik te veel naar de ene kant en hier ging ik te veel naar de andere kant. Dus ik was niet op een rechte lijn. En was het moeilijk om terug op koers te komen? Ja, dat is wel een beetje vervelend, want de stroming gaat dan een beetje tegen je werken. Maar ja, uiteindelijk ging het wel. Had je een beetje idee waar de concurrentie lag voor jou wat betreft de dames? Ja, ja, ik wist wel ongeveer wie mijn concurrentie zou zijn. En daar ben ik ook de hele tijd mee gebleven, maar op het eind heb ik ze kwijtgeraakt. En toen ja, hebben twee van ze me ingehaald. Hoe kwam dat? Er was geen kracht meer? Nee, toen ging ik de verkeerde kant op dus, ja. Okay. En hoe vind je dat je broer gewonnen heeft? Oh, dat is heel cool. Trainen jullie samen? Ik heb de laatste tijd niet zoveel getraind met mijn schouder, maar normaal trainen we wel samen. Hoe vind jij dat je zus op derde plaats ging? Goed, want ja, ze heeft een jaar bijna niet gezond dat ze echt last had van haar schouders. Maar ik ben blij dat ze tenminste geëindigd is. En, ja. Oh, geëindigd? Ja. Anyway, gefeliciteerd familie Postma. En jullie moeder ligt nog niet in het water, hè? Ja. Ze komt eraan, hopelijk. Ja. Ze komt eraan. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Doei. Saskia en Renze Postma, die een goede beurt gemaakt hebben vandaag bij die zwemmarathon. Renze op de eerste plaats bij de heren. En Saskia op de derde plaats bij de dames. En de moeder, die ligt nog in het water. Die moet nog finishen. Die is natuurlijk ietsje ouder. Gaat een beetje trager. Maar ze komt er in elk geval aan. Ze blijven de zwemmers binnenkomen. En het schijnt dat we over niet al te lange tijd alle zwemmers binnen zullen hebben. De meters naar de trap. Voor deze, dat lijkt nummer 9 te zijn. Megan de Freitas. Die gaat zo meteen de trap opkomen. Is uit het water gehaald. Dat gaat heel vlot. En Megan de Freitas, die komt nu de trap op. We zullen proberen om ook een babbeltje te maken met de winnaar bij de dames. Dat is Jomara Getrouw, die Soraya van Dijk dus ontroond heeft. Jomara Getrouw kwam als eerste over de finish. Op de tweede plaats eindigde Carleen van der Jacht. En Saskia Postma werd derde. Officials blijven hun werk doen. Het is jammer dat er niet al te veel publiek op de been is vandaag om de zwemmers hier welkom te heten. Het is natuurlijk een vrij vroege 1 juli dag. Maar als je aanmerking neemt dat de zwemmers om 5 over half 7 reeds in het water lagen,
Nou, het is een verschrikkelijk offer dat zij dus gebracht hebben om er een mooie zwemmarathon van te maken. Tot nu toe geen problemen, tot nu toe loopt het heel smooth. En een aantal zwemmers komt nu dus richting de finish. Oké, we staan hier met de dame die als eerste over de finish ging. Dat is Jomara getrouwd. Jomara, alvast gefeliciteerd. Heel hartelijk bedankt. Er was flink wat concurrentie vandaag. De titelverdediger van het vorig jaar, Soraya was er, Kaleen was er, Saskia Postma was er. Die was een hele sterke outsider. Hoe was het in het veld van deze grote concurrentie? Wel, in het begin zwommen we echt naast elkaar. Ik zwam steeds met Postma, want ik heb begrepen dat ze een goede lange afstand zwemmer is. Maar ik dacht, ik moet beide blijven, want weet je, ik ga gewoon ervoor en ga mijn beste beentjes voorzetten. En ja, het is aardig gelukt dit jaar uiteindelijk. Hè. Is het je eerste overwinning? Ja. Na hoeveel marathon? Na zeker 18 kilometer. Want in 2008 ging ik voorbij als eerste. En daarna ging ik... kwam er 5 minuten bij mijn tijd, dus steeds ging het mis en nu heb ik het uiteindelijk. Oeh. Wat voor gevoel geeft dat? Wel, het geeft een goed gevoel. Ik ben dolgelukkig. Ja, dat merken we trouwens. Ja, dank. En toch onderweg zagen we dat die dames, kijk bij de heren waren ze vrij dicht bij elkaar, de dames lagen vrij verspreid over de rivier. Kun je het dan nog bijhouden? Wel, op het eerste moment, eerst zwam ik voorin, daarna Kaleen zwam achterin. En toen zag ik een ander meisje en toen dacht ik van, even, dit is Postma, want ik zag de nummer en ik had de nummer onthouden. En toen dacht ik van, nee, ik kan haar niet weg laten gaan, want als je eenmaal weg laat gaan, is het moeilijk om weer bij te komen. Dus op een gegeven moment zwam ik samen met Postma, ik alleen was achterop, dus op een gegeven moment was zeker een uur, zwommen we zo. En later bleef Postma achter, ben ik mijn eigen route opgegaan, eigen weg, en toen was ik alleen nog achterop. Dus ik dacht van, ja... En op een gegeven moment komt er een punt waarop je weet dat je de marathon gewonnen hebt, ook al ben je nog niet bij de finish. Waar was dat punt voor jou? Voor die brug, misschien 30 minuten voor die brug was ik nog voor. Toen wezen ze dit voor me, toen dacht ik van, hey, goed gevoel, ik heb het. En toen dacht je, ik mag niet uitvallen. Nee, zeker niet. Gewoon volhouden en weet je. Ja. En is dit het begin van meer marathonoverwinningen voor jou? Ja, zeer zeker. Wanneer je nummer 1 bent, dan voel je die heerlijkheid, dan wil je daarop blijven. Maar moet je ook ervoor fighten, hè? Weet je. Ik moet door blijven trainen, ik moet hoger opkomen. Misschien kan ik die jongens de volgende keer bijhouden en winnen. Je weet maar nooit. Je straalt gewoon, we merken het. Het is een vreselijke uitbarsting voor jou. Gefeliciteerd en geniet van je dag. Heel hartelijk bedankt, fijne dag verder. Oké, dank. Jomara Getrouw, die bij de dames op de eerste plaats is geëindigd. En je merkt dat ze blij is. Het ging een aantal jaren niet goed. En als je dan als eerste over de finish gaat, dan is het voor jou gewoon een fantastische ervaring. En dat heeft Jomara Getrouw dus gehad. En ik bedoel, het straalt van haar af. En dames en heren, met Jomara Getrouw gaan we deze live uitzending afsluiten. We hebben dus u op de hoogte gehouden van wat ze heeft afgespeeld vanaf vanmorgen 6:30 bij de start te Domburg. We hebben beelden gebracht van tijdens de marathon. U heeft de finish gezien. We sluiten deze live reportage af. Wat betreft de finish van de zwemmarathon. Mede namens de totale crew groet ik voor nu en zeg tot later. Nummer 18 zijn op Jakarou.
69, Ronnie Bluffman. Ronnie heeft vroeger eens gezwommen. Twee uur en 15 minuten zijn ze al in het water. En we hebben al 36 zwemmers binnen van de 88. U heeft eerder verslag gezien van de marathon zelf, de start op de route en de finish. En we zijn nu zover dat we dus de prijsuitreiking gaan doen. Op dit moment is aan het woord de heer Poerske van Staatsolie. Staatsolie is de hoofdsponsor van deze activiteit. En het is de 38ste keer dat de marathon is gehouden. De heer Poerske die spreekt nu de aanwezigen toe. 38 jaar, goed aangedaan om dit evenement te koesteren en te laten worden wat het vandaag de dag is. Ik ga niet langer babbelen. De prijzen moeten nu worden uitgereikt en de nummer 1 is, of beginnen we bij nummer 5? Nee, bij nummer 1. Bij nummer 1 beginnen we. En op de eerste plaats, helemaal vanuit Aruba, Renze Postma. Is Renze Postma van Aruba. Hij heeft met groot machtsvertoon deze marathon gewonnen. Renze, hartelijk gefeliciteerd. Een geweldige prestatie vanuit Aruba. En je mag de beker meenemen. Ja. Hopelijk dat je volgend jaar gestimuleerd bent met deze beker om nog een keer te komen doen. Oké, veel succes ermee. Ja. Hij krijgt ook nog een wisseltrofee. Dat betekent dat hij volgend jaar in elk geval terug moet komen om die trofee te verdedigen. Verder is er ook nog een geldprijs aan verbonden en dat is $1000 en dat kan Renze heel goed gebruiken. De winnaar van de Staatsolie Marathon, zwemmarathon, Renze. Op de tweede plaats de winnaar van het vorig jaar, Robert Chuaon. Jouw beker bij deze. Ik denk niet dat er een wisselbeker voor jou nog is. Maar misschien dat je je best doet om het volgend jaar wel te doen. Succes ermee. Robert Chuaon, die dit jaar Renze voor zich heeft moeten laten. Renze Postma en Robert Chuaon. Gabriel Grode van de Dolfijn. En op de derde plaats is geëindigd van de Dolfijn Gabriel Grode. Gefeliciteerd. Ik heb je naam deze week ook in de krant gelezen. Klopt dat? Ja. Oké, nogmaals gefeliciteerd met de prestatie. Geweldig. En hier is het prijsje. En er zijn flink wat geldprijzen verbonden aan deze noteringen. Surinaamse Nationaal Leger. Jonathan Neslo die is op de vierde plaats geëindigd bij deze zwemmarathon. Jonathan, gefeliciteerd. Geweldige prestatie. Je beker bij deze. Jonathan Neslo, nummer 4. Hij is van het Surinaams Nationaal Leger. En op de vijfde plaats, Jair Vreugd en van de nummer Dolfijn. 5 is geworden, Jair Vreugd. Hele jonge zwemmer. Jair, gefeliciteerd. Geweldig. Val blijven houden. En je bent nog jong, dus het kan nog een aantal jaren. En dan misschien staat je op de nummer 1. Succes. Dat zijn de beste 5 bij de heren bij deze zwemmarathon. Renze Postma, de grote winnaar.
Robert Johan is op de tweede plaats geëindigd en Gabriel Groude die werd het derde. Jonathan Neslo en Jaye Vreugd maken het vijftal compleet. 4 en 5. De eerste bij de dame, niemand minder dan Siomara Getrouw van de Dolfijn. Bij de dames op de eerste plaats, Siomara Getrouw. Siomara, geweldig. Gefeliciteerd met deze prestatie. Dit is je beker. Nou, ze krijgen nog meer prijzen. De wisseltrofee, dat is een hele zware. Siomara, een wisselbokaal, geweldig. En de blijdschap straalt van haar gezicht af. Siomara heeft het een aantal jaren moeten missen. En dan natuurlijk de geldprijs, daar kan je niet onderuit. Siomara Getrouw, winnaar bij de dames, ontroont daarmee Soraya van Dijk. Op de tweede plaats is geëindigd Carleen van der Jacht, die op dit moment in Amerika studeert en zwemt. Ze is terug, ze heeft het vorig jaar moeten missen, maar Carleen, she's back. En ze eindigt op de tweede plaats. Gefeliciteerd, ik heb je al vaker hier op het podium gezien. Dit is je beker. En... Carleen van der Jacht op de tweede plaats geëindigd. De trofee en de geldprijs. En de felicitaties. Op de derde plaats is geëindigd. Op de derde plaats uit Saskia Aruba, Postma. Saskia Postma. En dat is het zusje van de winnaar bij de heren. Saskia Postma eindigt op de derde plaats. Dat is een hele lange dame. Saskia, gefeliciteerd. Die naam heb ik al eerder gehoord. Broer, neem ik aan. Gefeliciteerd met die prestatie. Ja. Saskia Postma op de derde plaats bij de dames. En hier is het prijsje. Achter Siomara Getrouw en Carleen van der Jacht. Ja, laat zo. Op de vierde plaats Soraya van Dijk van Oase. Nummer 4 is de winnaar van het vorig jaar, Soraya van Dijk. Ze heeft 3 dames voor zich moeten laten dit jaar. Maar eindigt toch nog binnen de top 5, Soraya van Dijk. Nummer 4 bij deze staatsoliezwemmarathon. Bij de dames. Soraya, gefeliciteerd met de prestatie. Alsjeblieft. En op de 5e plaats geëindigd. En op de 5e plaats Angeli Rahan van Neptunus. Angeli Rahan van de Neptunus is 5e geworden. Dat is een hele kleine. Ze is 12 jaar oud. Angelina, gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. Er is nog een heleboel in het vooruitzicht. Je bent jong, dus het moet wel kunnen. Nou, de top 5 bij de dames. Siomara Getrouw. Carleen van der Jacht. Dan wil ik de bedanken voor dit moment. Saskia Postma. Soraya van Dijk en Angeli Rahan. 2 stappen naar achter te maken naast de heren, als het kan. Dit zijn de beste 5 dames voor vandaag. En dan wil ik de heer Andy Atmer die mee. En Siomara moet haar wisseltrofee natuurlijk meenemen. Deze uitreiken. In de categorie 25-34 jaar. Naar de categorie 25 tot 34 jaar. En daarvoor is Andy Atmer die mee uitgenodigd. Ook van mijn kant een goedemorgen. Ik ben natuurlijk een vertegenwoordiger van de minister, van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. De minister is uitstedig, dus vandaar dus dat mijn vertegenwoordiging. Ik vind het altijd een bijzondere prestatie. En dat ik op dit moment ook de gelegenheid heb gekregen om van deze plaats uit namens het ministerie de sporters, de atleten, te feliciteren met deze bijzondere prestatie. En ook de overige. Ik wil... Nogmaals vanuit de zaal, een warm applaus voor alle deelnemers, als het mag. En die Adnodi Medjo, die vertegenwoordiger is van de minister van Sport en Jeugdzaken. De minister is uitstedig, moet ik zeggen. Dus Andy is de vertegenwoordiger van de minister. De
Het is natuurlijk een hele prestatie. En ik ben blij dus met ook de aanwezigen, dus de ondersteuning van de ouders. En ik mag mijn felicitaties uitspreken natuurlijk naar de zwembond, die eigenlijk de motor hierachter is. En ook Staatsolie als bedrijf, die het nodig heeft gevonden of vindt al die jaren om deze zaak te ondersteunen. Nogmaals, ook een warm applaus. Natuurlijk wil ik geen ellenlange speech houden, maar dat we door willen gaan met de prijzen. De winnaars in de categorie 25 tot en met 34 jaar. Die in de prijzen zijn gevallen. Oké, in de categorie 25-34 jaar bij de mannen. Op de eerste plaats Miguel Loutu van Neptunus. Nou, Miguel Loutu van Neptunus is op de eerste plaats geëindigd in de categorie 25 tot en met 34 jaar bij de mannen. En Miguel Loutu heeft echt wel zijn tijd gehad in de zwemsport. Hij blijft meedoen. Gefeliciteerd met deze prestatie. Ga zo door zolang het nog kan. Alsjeblieft. Miguel Loutu nummer 1 in deze categorie. Op de tweede plaats Jap Fitzjim van Oase. Nummer 2 is geworden Jap Fitzjim van de Oase. En het gaat steeds beter met Job, moet ik zeggen. Job wordt tweede dit jaar in zijn leeftijdscategorie. Job, gefeliciteerd met de prestatie. Alsjeblieft. Op de derde plaats en Verlieuw van de Witte Lotus. En op de derde plaats en Verlieuw van de Witte Lotus. Hij staat helemaal achter, dus hij komt eraan. Even wat achtergrondinformatie. Enver doet voor de tweede keer mee. En de eerste keer viel hij uit. Dus het is een geweldige prestatie. Hey, gefeliciteerd. Ja. Dat je het toch hebt gehaald, hè? Alsjeblieft. Dat is in elk geval een overwinning op zichzelf en Verlieuw. Okay, die op de derde plaats eindigt in deze categorie. 25, 34 jaar. Op de eerste plaats Naomi Geerlings van Johan Leters Zwemploeg. Nou, Naomi Geerlings die eindigt op de eerste plaats in de categorie 25 tot en met 34 jaar. Met deze prestatie. Ga zo door, hè? Ja, dankjewel. Okay, En Naomi zien we de laatste tijd regelmatig op het podium bij lange afstand zwembadstrijden. Op de tweede plaats Usha Wijnaldum, Emmanuel Son, ook van Johan Leter Zwemploeg. Usha Wijnaldum, Emmanuel Son. Prestatie, hè? Zo enthousiast. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja? Oké. Okay. Nou, enthousiasme ontbreekt het in elk geval niet. Bij Usha Wijnaldum Emmanuels, dat is... Dat zijn de twee dames in deze categorie. Nou, er waren twee dames in deze categorie. En daar staan dus dan, ze dan. Dit zijn de winnaars. En dan vragen we ook de dames om een categorie. Stapje naar achter te maken. Dan wil ik de heer Andy Admodimidjo bedanken voor dit moment. Nou, dan gaan we over naar de volgende categorie. De heer Lloyd Gemers van de MAS. Mag ik en Lloyd Gemers van de MAS, die komt zo meteen het podium heel op. Een belangrijke speler is. We weten dat in elk geval de volgboot van de MAS een belangrijke taak heeft. Daarnaast controleert de MAS alles wat te maken heeft met het getij. En de zwemmarathon is niet mogelijk zonder de MAS. Raoul Samson van de Dolfijn. In de categorie 36 tot met 44 jaar, Raoul Samson van de Dolfijn. Oh, dit is een oud zwemmer dus, die zijn sporen verdiend heeft. En dan denken we aan de periode met Anthony Nesty. En hier staat hij dus weer. Doe het volgend jaar beter. Ja. En beste, alsjeblieft. Okay. Nummer 1, Raoul Samson. Op de tweede plaats, uit Nederland, Ronnie Bluffband. Op de tweede plaats is de man uit Nederland. Ronnie Bluffband heeft dus een... En op de derde plaats, Etienne Liefat, individuele deelnemer. En Etienne Liefat, die wordt derde. Nou, een lachende Etienne Liefat komt het podium op. Etienne, ook voor jou, hartelijke gefeliciteerd en het beste. Ja? Dankjewel. Alsjeblieft, tot volgend jaar. Bedankt. Alsjeblieft. Dat zijn ze dan de beste drie in de categorie. Dat zijn dan uw 35 heren, tot en met 44 en jaar. De vrouwen op de eerste plaats uit Aruba, Sandra Postma-Hagen. Nou, Sandra Postma-Hagen is in deze categorie op de eerste plaats geëindigd. En de familie Postma die heeft een goede oogst gehad. Familie Postma is goed vertegenwoordigd. Volgend jaar zullen we zeggen. Ja? Alsjeblieft. Dat is
de moeder van de winnaar bij de jongens. Op de tweede plaats uit Amerika, Saskia, die Robin Nijbroek. En uit Amerika is hier naartoe gekomen Robin Nijbroek. Zij eindigt op de tweede plaats. Robin heeft 2 jaar geleden meegedaan toen ze hier woonachtig was. En komt nu terug en besluit nog weer mee te doen aan de marathon. Nou, je hoort het. Op de derde plaats, Marika Heemskerk van de Dolfijn. En Marika Heemskerk van de Dolfijn die wordt derde in deze categorie. Marika komt van heel ver daarachter. Neemt haar kindje mee. Dat is altijd leuk, mag ze mee met mama. Marika eindigt dus op de derde plaats in deze categorie. Ook voor jou de beste felicitaties en het beste. Ja? Tot volgend jaar, alsjeblieft. Dat zijn dus de winnaars geweest bij de dames in de categorie 4. Dan wil ik de heer Gemers bedanken. 35 met 44 jaar. Mag ik naar voren roepen mevrouw Silos? Mevrouw Silos van Staatsolie. Staatsolie PR. En dit is een dat van wil de zeggen, exposure van Staatsolie. Dus zij is verantwoordelijk voor alles wat met de marathon te maken heeft. Om Staatsolie goede exposure te geven. In de categorie 45 jaar en ouder bij de mannen op de eerste plaats. Johnny Sheng uit Aruba. Uit Aruba, Johnny Sheng op de eerste plaats. 45 jaar en ouder. En Johnny heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het meenemen van de Johnny familie. Johnny is de grote motor achter de buitenlandse deelnemers, voornamelijk uit Aruba en Curaçao. Johnny is onze ambassadeur. Nou, om te zeggen, Johnny heeft een hele belangrijke rol vervuld in het meenemen van de zwemmers uit Aruba. En hij wordt zelf winnaar in deze categorie. Op de tweede plaats, product van Johnny, Peter Jukema uit Curaçao. Nou, dit is een product van Johnny. Peter Jukema uit Curaçao. Wordt tweede in deze categorie. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Hij is er heel blij mee, zegt hij. Hij vindt het geweldig. En wij ook. En op de derde plaats, de derde niemand plaats. Minder dan Anne de Vries. Nou, Anne de Vries. Die is niet weg te denken uit de Surinaamse zwemwereld. Dit is Anne zijn 28ste keer dat hij de zwemmarathon 28ste zwemmarathon voor Anne de Vries. Hoe kun je hem vergeten? Anne de Vries. Een prestatie. Meneer de Vries, mag ik u een brasa geloven? Natuurlijk. Ja. Hij krijgt een brasa van mevrouw Silos. Wat zal de marathon zijn zonder Anne de Vries? Ja, dat klopt. Bij de vrouw op de eerste plaats, Tanja Vrijmersum, individuele deelnemer. En bij de vrouwen in deze categorie nummer 1, Tanja Vrijmersum. Hele sportieve vrouw, die ook nog aan hardlopen doet. Gefeliciteerd, alsjeblieft. Tanja Vrijmersum nummer 1 bij de dames. En op de tweede plaats, Ninon Overeem Lynch. Ninon Overeem Lynch. Zwemploeg. Dat is ook zo'n multisporter. Heeft de atletiek gedaan. Heeft top basketbal gespeeld, doet mee aan de zwemmarathon. Ninon Overeem Lynch. Ook gefeliciteerd, alsjeblieft. Op de derde plaats, Yvonne Lims. En Yvonne Lims, die eindigt op de derde plaats, is van Neptunus. Even kijken als Yvonne er nog is. We horen van ja. Oh, daar komt ze. Ze was heel ver achter. Yvonne Lims, die weet van de Neptunus, eindigt op de derde plaats in deze categorie. Daar is Yvonne Lims. Hartelijk gefeliciteerd. Alsjeblieft. Dan wil ik mevrouw Silos bedanken voor de prijsuitreiking. Dan de rest ons nog 2 prijzen uitreiken. Er zijn nog 2 prijzen die uitgereikt moeten worden. De oudste man en de oudste vrouw. Heer Guno van der Jacht uitnodigen. De voorzitter van de Surinaamse Zwembond, Guno van der Jacht, zal deze prijzen uitreiken. Ja. Dit is een prijs die elk jaar aan de Vries toebehoort. Hij is 69 jaar oud. Ik heb 5 jaar, 6 jaar doorgaan. We doen ons best. Zolang als Kiwa niet naar mij goed horen. Zolang als Kiwani Megodoro, zegt Anne de Vries, 69 jaar oud. En de oudste vrouw staat ook hier in ons midden. Yvonne Lims, Hewitt is de oudste vrouw. Zij is 53 jaar oud. Volgend jaar zwem ik met je mee.
En u merkt dat de oudsten hebben het niet slecht gedaan. En dit zijn dus de winnaars van de 38e Staatsolie Zwemmarathon. Gefeliciteerd! Kom maar dichter bij elkaar voor de fotoshoot. De junioren naar voren. De top 5 bij de open klasse naar voren. En dan de rest eromheen. Gaat, ja. En met alle winnaars van de 38e Staatsolie Zwemmarathon op de achtergrond gaan we dit live verslag van de prijsuitreiking afsluiten. We hebben u vanaf vanmorgen geïnformeerd over alles wat zich heeft afgespeeld met betrekking tot deze zwemmarathon. Vanaf de start te Domburg, in het water en nog de finish. En we hebben daarnet gehad de prijsuitreiking. Fantastische activiteit met winnaars uit Aruba en de andere uit Suriname. En alle winnaars die staan hier dus achter ons. Mede namens de totale crew die heeft meegewerkt aan deze reportages. Groet Marciano Zalman en zeg tot volgend jaar bij de 39e editie van de Staatsolie Zwemmarathon. En aan het einde van die...